Hey, welkom bij een nieuwe video. Heb je ooit als kind gedroomd van het hebben van superkrachten? Het idee om onzichtbaar te zijn of supersterk te worden? Nou, ik heb goed nieuws voor je. Superkrachten bestaan niet alleen in films en stripboeken, maar ook in het echte leven. Vandaag laten we je 20 mensen zien met superkrachten die op camera zijn vastgelegd. Ben jij nu op dit kanaal? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. En voordat we beginnen, doe ook even een duimpje omhoog. Nummer 20. Maak kennis met Veronica Seider, de vrouw met bovenmenselijk zicht en die artsen over de hele wereld heeft verbaasd. Veronica heeft gezegd dat ze altijd al uitzonderlijk goed zicht heeft gehad sinds haar kindertijd. Maar haar gezichtsscherpte zou minstens 20 keer beter zijn dan die van een gemiddelde persoon. Veronica kreeg voor het eerst erkenning voor haar opmerkelijke gezichtsvermogen in 1972. Ze kon 2 punten op een meetlat identificeren die slechts 1,6 mm uit elkaar stonden en wist daarmee een wereldrecord te zetten voor de kleinste meetbare gezichtsscherpte. Sindsdien heeft ze iedereen voortdurend verbaasd met haar vermogen om kleine details te zien die zelfs voor de meest geavanceerde microscopen moeilijk zijn. Hoewel wetenschappers niet precies weten hoe Veronica's bovenmenselijke zicht werkt, wordt aangenomen dat ze een verhoogd aantal staafjes en kegeltjes in haar netvlies heeft, waardoor ze de kleinste objecten met extreme helderheid kan zien. Nummer 19. Lewis Bug is een zwemmer die zichzelf heeft uitgedaagd om onherbergzame omgevingen te trotseren en op te komen voor milieu en sociale rechtvaardigheid. Hij heeft erkenning gekregen voor zijn adembenemende zwemtochten over enkele van 's werelds meest extreme wateren. Lewis is echter geen gewone zwemmer. Hij heeft verschillende records gebroken, waaronder als eerste persoon een met ijs bedekt meer in de Himalaya over te zwemmen. Hij zwom zelfs over de Noordpool en de Zuidpool toen geen enkel mens dat eerder had durven proberen. Maar wat Lewis onderscheidt van andere buitengewone zwemmers is zijn toewijding aan het oplossen van belangrijke problemen waarmee onze planeet wordt geconfronteerd. Hij lobbyde met succes bij de Verenigde Naties, wat leidde tot de oprichting van het grootste beschermde marinegebied ter wereld. Ook ontving hij de hoogste milieuonderscheiding van de Verenigde Naties als erkenning voor zijn bijdrage aan de bescherming van het milieu. Dit heeft de aandacht getrokken van het productieteam van Aquaman en regisseur James Cameron om bewustzijn te creëren voor de zaak van oceaanbehoud. Nummer 18. Hammer Hands is een man die zijn reputatie heeft verdiend vanwege zijn vermogen om spijkers in hout te slaan met alleen zijn blote vuisten. Hammer Hands, wiens echte naam Mohammed Karimaskovic is, kan meer dan alleen kokosnoten breken. Niet alleen voert hij deze taak met gemak uit, maar hij kan het ook nog eens met indrukwekkende snelheid doen. Hij heeft een wereldrecord behaald voor de snelste tijd om 10 spijkers in een stuk hout te slaan met alleen zijn vuisten. Een andere opmerkelijke prestatie is zijn vermogen om metalen voorwerpen zoals stalen staven met zijn handen te buigen. Hij heeft zelfs dikke metalen staven met zijn tanden gebogen, waarmee hij zijn bovenmenselijke kracht nog verder bewijst. Sommige van zijn video's hebben miljoenen weergaven gekregen en de aandacht getrokken van beroemdheden zoals Dwayne The Rock Johnson. Nummer 17. Maak kennis met Mike Greenstein, een sterke man die erkenning heeft gekregen voor zijn ongelooflijke vermogen om zware voorwerpen op te tillen met zijn tanden. Op de respectabele leeftijd van 93 heeft Mike het publiek over de hele wereld verbaasd met zijn adembenemende krachttoeren die hem de bijnaam Mighty Atom Jr. hebben opgeleverd. Mike erfde zijn ongelooflijke kracht van zijn vader, Joseph Greenstein, die bekend stond als de Mighty Atom. Mighty Atom was een legendarische sterke man uit Polen die bekend stond om zijn bovenmenselijke vermogen om ijzeren staven en hoefijzers met zijn blote handen te buigen. In de voetsporen van zijn vader tredend ontwikkelde Mike een passie voor kracht en besloot op jonge leeftijd een sterke man te worden. Een van Mike's meest indrukwekkende prestaties is het trekken van een auto met zijn tanden. Zijn ongelooflijke kracht heeft hem ook een plaats opgeleverd in het Guinness Book of World Records. Nummer 16. Mubiya Miki Bulyabasic is een man die metalen voorwerpen aan zijn lichaam kan laten kleven alsof hij een onzichtbaar magnetisch krachtveld heeft. Geboren in Bosnië en Herzegovina ontdekte Miki zijn unieke vaardigheden op 6-jarige leeftijd toen hij voor het eerst merkte dat een metalen lepel aan zijn borst bleef plakken. In de loop der jaren heeft hij zijn vaardigheden verfijnd en geleerd om niet alleen lepels, maar ook grotere en zwaardere voorwerpen zoals koekenpannen aan zijn lichaam te laten kleven. Maar de krachten van Miki beperkten zich niet alleen tot het vastkleven van metalen voorwerpen. Hij kan ook zware gewichten dragen door alleen gebruik te maken van de kleefkracht van zijn huid.
Deze ongelooflijke vaardigheden hebben hem de bijnaam Magneto opgeleverd naar de X-Men-schurk met de kracht om metaal te controleren. Mickey is een populair figuur geworden in zijn thuisland en heeft het publiek over de hele wereld verbaasd met zijn kracht en magnetisme. Hij heeft zelfs een wereldrecord gevestigd voor de meeste lepels, 53 stuks die tegelijkertijd aan het menselijk lichaam kleven. Nummer 15. In een wereld vol geluid valt Jill Drake op met haar oorverdovende stembanden. Stel je de luidste persoon voor die je kent en vermenigvuldig dat met 1000. Dat is Jill Drake, de vrouw met 's werelds luidste schreeuw. Met een Guinness World Record op haar naam kan Jill oorverdovende niveaus van 129 decibel bereiken, gelijk aan het geluid van een straalmotor. Ze heeft een plaats in de geschiedenis verdiend als een van de luidste individuen ooit geregistreerd. Ze heeft haar unieke vermogen gebruikt om aandacht te vragen voor belangrijke kwesties zoals door lawaai veroorzaakt gehoorverlies en tinnitus. Ze heeft ook opgetreden op muziekfestivals en evenementen waar haar schreeuw wordt beschouwd als een publiekstrekker. Jill's schreeuw kan zelfs fysiek ongemak en zelfs oorschade veroorzaken als ze te lang wordt blootgesteld. Ze draagt daarom beschermende oordopjes tijdens haar optredens en moedigt anderen aan om hetzelfde te doen. Nummer 14. Alleen Robert staat bekend als de Franse Spider-Man en heeft enkele van 's werelds hoogste gebouwen beklommen zonder veiligheidsuitrusting. Zijn prestaties zijn het resultaat van zijn uitzonderlijke vaardigheden, fysieke conditie en vastberadenheid. Met zijn spinachtige behendigheid en precisie navigeert hij over verticale oppervlakken met schijnbaar moeiteloze gratie. Het beklimmen van hoge structuren vereist enorme kracht, flexibiliteit en uithoudingsvermogen. Enkele van de gebouwen die hij heeft beklommen is de Eiffeltoren, de Burj Khalifa en de Empire State Building. Alleen Robert wordt dus niet voor niets beschouwd als de levensechte Spider-Man. Maar een ander personage uit de Marvel Comics genaamd Venom lijkt ook in het echte leven te bestaan. Als we de volgende foto moeten geloven, zou deze persoon kracht hebben gekregen waardoor hij net als Spider-Man muren kan beklimmen. Venom lijkt in verschillende opzichten op Spider-Man, maar of dit verhaal waar is, blijft onbekend. Wel weten we dat alleen Robert het dichtst bij alle bovenmenselijke krachten van Spider-Man komt. Behoorlijk indrukwekkend, nietwaar? Nummer 13. In deze volgende video lijkt het erop dat de man de onmogelijke taak volbrengt om vuur te maken met zijn blote handen en met weinig tot geen hulp. Vuur heeft een combinatie van hitte, brandstof en zuurstof nodig om te ontbranden. Verschillende mensen zeggen dat de man een superkracht heeft dat bekend staat als pyrokinese. Pyrokinese is het vermogen om vuur te genereren met de geest of door fysieke aanraking. Het is een fictieve kracht die vaak voorkomt in stripverhalen, films en andere vormen van populaire cultuur. Maar als we deze video moeten geloven, zijn er dus ook mensen die deze superkracht in het echte leven hebben. Wat is jouw mening hierover? Is de man een show aan het opvoeren of zou deze man daadwerkelijk superkrachten hebben? Nummer 12. Wanneer we aan een superkracht denken, stellen we ons vaak vermogens voor zoals vliegen of telekinese. Maar sommige individuen bezitten een ander soort kracht die net zo opmerkelijk is. Stephen Kroon was zo'n persoon. Een man met een superimmuniteit die de wetenschap verbaasde. Kroons naam is geen toeval, aangezien hij niet de eerste in zijn familie is die als een medisch wonder wordt gezien. Hij is namelijk de neef van Burel Bernard Kroon, naar wie de ziekte van Kroon is vernoemd. Stephen is echter immuun voor een ander dodelijk virus, HIV. In feite was Stephen meerdere keren in contact gekomen met het virus gedurende zijn leven, maar werd nooit geïnfecteerd. Dit maakte hem tot een zeldzame en waardevolle bron in de strijd tegen deze ziekte. Zijn unieke aandoening en zijn bereidheid om deel te nemen aan onderzoeksstudies leiden tot belangrijke wetenschappelijke doorbraken bij het bestuderen van het virus. Wetenschappers ontdekten namelijk dat het immuunsysteem van Stephen een natuurlijk virusblokkerend middel produceerde dat potentieel kan worden gebruikt om een vaccin of behandeling voor HIV te ontwikkelen. Nummer 11. We kennen het wel uit superheldenfilms, waarin de helden proberen hun identiteit te verbergen door een pet en een hoodie te dragen. En we denken dan dat dit in het echte leven nooit zou kunnen gebeuren. Maar dat was wel het geval. In deze video gebruikte een mysterieus figuur haar telekinetische krachten meerdere keren in een supermarkt. De mensen die boodschappen aan het doen waren, konden hun ogen niet geloven. Eerst was te zien hoe haar rug licht gaf toen ze haar kracht gebruikte om iets van een hoge plank te pakken. Maar even later in de video laat ze haar superkracht nog een keer zien. Toen een klein meisje bijna werd geraakt door een winkelwagentje, stuurde de gemaskerde figuur het winkelwagentje weg door een duwbeweging met de hand te maken.
De superkracht die ze gebruikte heet telekinese. Dit is het vermogen om objecten te bewegen of te manipuleren met behulp van de kracht van de geest. Het idee van telekinese bestaat al eeuwen, met verhalen van mensen die beweren over deze vaardigheden te beschikken die teruggaan tot de oudheid. Een van de vroegst gedocumenteerde claims van telekinese komt uit de 17e eeuw toen het Duitse wiskundige Johann Georg Faust beweerde objecten met zijn geest te kunnen bewegen. De Sovjet-Unie was een van de eerste landen die wetenschappelijke experimenten uitvoerde op het gebied van telekinese. In de jaren 60 en 70 voerden Sovjet-wetenschappers een reeks experimenten uit waarbij ze mensen probeerden te trainen om telekinetische vaardigheden te ontwikkelen. Helaas kon ik niet verder informatie hierover vinden, maar het zet je zeker aan het nadenken. Nummer 10. Pavel Trusov is een man die geen introductie nodig heeft in de wereld van het boksen. Hij is voornamelijk bekend om zijn ongelooflijke Guinness World Record voor het gooien van de meeste stoten in 1 minuut. Je kan dus wel zeggen dat hij een erg snelle vechter is. Pavel zijn officiële telling voor de meeste stoten in 1 minuut was een verbazingwekkende 322 stoten. Dat is een gemiddelde van meer dan 5 stoten per seconde. Maar wat indrukwekkend is, is niet alleen zijn record, maar ook de techniek en de precisie waarmee hij elke stoot gooit. Hij gebruikt namelijk zijn hele lichaamsgewicht bij elke stoot. Het is ook belangrijk om op te merken dat de prestaties van Pavel meer dan alleen fysieke kracht zijn. Om te bereiken wat hij heeft, moest hij onvermoeibaar trainen en zichzelf tot het uiterste drijven, net zoals Batman zijn vaardigheden heeft aangescherpt. Nummer 9. Een andere superkracht waar mensen al eeuwen gefascineerd door zijn, is vliegen. Stel je voor, je maakt een leuk filmpje van een historisch monument wanneer je opeens een echte man boven je ziet wegvliegen. Door de geschiedenis heen hebben mensen vele pogingen gedaan om deze prestatie te bereiken. Van de ornithopter ontwerpen van Leonardo da Vinci tot de succesvolle vlucht van de gebroeders Wright in 1903. Er zijn vele pogingen en successen geweest in het menselijk vliegen. Een van de eerste pogingen tot menselijke vlucht betrof het gebruik van vleugels gemaakt van vogelveren. In de 19e eeuw probeerden verschillende uitvinders machines te creëren die het mogelijk zouden maken voor mensen om te vliegen. Sommige van deze vroege pogingen omvatten luchtballonnen en zweefvliegtuigen. In 1982 creëerde de Zwitser kunstenaar Ivers Rossi een jetpack met 4 motoren voor aangedreven vluchten. Ivers heeft sindsdien gevlogen met zijn jetpack over verschillende grote rivieren en over de Grand Canyon. Maar als je je ooit hebt afgevraagd hoe vliegende mensen eruit zouden zien, zouden ze er dan uitzien als de man in deze video? Nummer 8. Yang Guanghe, ook wel bekend als de Chinese oogkastman, heeft internationale aandacht gekregen voor zijn ongelooflijke prestaties. Hij komt uit Anshun in de provincie van Guizhou in China en bezit een uniek talent. Een van zijn meest verbazingwekkende vaardigheden is zijn vermogen om zware voorwerpen, waaronder een auto, voor te trekken met behulp van zijn oogleden. Maar ik zie je al denken, hoe kan je zoveel tillen met je oogleden? Om dit in perspectief te plaatsen, Yang kan 32.000 keer meer tillen dan een gemiddeld persoon. Ondanks het fysieke ongemak en de pijn die met zijn optredens gepaard gaan, is Yang na verloop van tijd gewend geraakt aan de sensaties. Hij heeft de media laten weten dat zijn prestaties afhankelijk weliswaar pijnlijk waren, maar dat hij heeft geleerd zich aan te passen en door te zetten. Zijn toewijding aan het testen van de grenzen van het menselijk lichaam gaat echter verder. Hij kan namelijk andere verbazingwekkende dingen doen, waaronder met blote voeten op geslepen messen staan. Zijn stunts brengen echter veel risico's met zich mee en moet niet door anderen worden geprobeerd. Het vereist namelijk jaren van oefening en een uitzonderlijke fysieke conditie. Nummer 7. Dit is het verhaal van een echte kung fu vechtmeester genaamd Masayoshi. Deze man wordt gezien als de grondlegger van het Kyokushin karate en de prestaties die hij behaalde werden door vele mensen als onmogelijk geacht. Zijn legendarische carrière in de vechtsport heeft geleid tot zijn erkenning als een echte vechtmeester. Masayoshi werd geboren in Korea in 1923 en begon op jonge leeftijd met het trainen in de vechtsport. Hij verhuisde al snel naar Japan, waar hij zijn vaardigheden verder aanscherpte door het beoefenen van traditionele karate. Hij werd bekend om het breken van de horens van stieren met zijn blote handen en naar verluid tegen 100 mannen in één dag vechten. Masayoshi was een ware krijger die geloofde dat de weg naar vechtmeester lag in het uitdagen van zichzelf tot de uiterste grenzen. In 1953 trok hij de berg van Shiba, Japan in om alleen te leven in de natuur, zijn lichaam te trainen en de kunst van karate te beheersen. En hij was succesvol, want hij kwam uit de bergen als een echte karatemeester.
Hij ging verder met het opzetten van zijn eigen systeem, dat werd geëerd met een traditionele Japanse naam, Kyokushin, wat de ultieme waarheid betekent. Nummer 6. Deze volgende virale video van een man die een grote vrachtwagen met zijn handen opdeelt, heeft vele mensen verbaasd doen staan. Vrachtwagens kunnen tussen de 3500 en 40.000 kilogram wegen, afhankelijk van hun grootte en capaciteit. Zelfs het kleinste vrachtwagentje optillen vergt al een ongelooflijke hoeveelheid kracht. Dus hoe kan de man in deze video zo gemakkelijk een vrachtwagen optillen? Helaas blijft het een groot mysterie. Het Guinness World Records zegt echter dat het record voor het tillen of verplaatsen van een vrachtwagen op naam staat van Hafþór Björnsson. Deze IJslandse sterkste man ken je misschien ook wel als het personage The Mountain die hij speelde in The Game of Thrones. Maar de eerste geregistreerde gevallen van sterke mannen die vrachtwagens optillen of verplaatsen gaat terug tot het begin van de 20e eeuw, toen circusartiesten dergelijke krachtprestaties demonstreerden. Het feit dat de man in de video de vrachtwagen zo gemakkelijk optilt blijft echter een raadsel. Eén ding weten we zeker, de man in de video is zeker iemand met superkrachten. Zou jij willen dat je hetzelfde kon doen? Laat het me weten in de reacties. Nummer 5. De godinnen van de redders in China zijn een groep vrouwelijke strandwachten die gevechtskungfu moeten leren voordat ze kunnen worden gerekruteerd. Deze vrouwen worden getraind in vechtsporten door monniken van de beroemde Shaolin-tempel en hun strenge trainingsregime stelt hen in staat om een unieke set vaardigheden te ontwikkelen die essentieel zijn. De training voor de godinnen van de redders is intensief en vereist veel focus en discipline. De vrouwen brengen verschillende jaren door met het trainen in verschillende stijlen van vechtsporten, waaronder de Five Animals of Shaolin Kung Fu, die is gebaseerd op de bewegingen van de tijger, kraanvogel, luipaard, slang en draak. Om te slagen moeten ze fysiek fit en mentaal sterk zijn om lange periodes van training te doorstaan en hun focus en concentratie te behouden. De verbinding tussen monniken en vechtsport in China is een lange traditie. Monniken van de Shaolin-tempel staan bekend om hun meesterschap in kung fu en hun kennis en technieken zijn door de generaties heen doorgegeven. De godinnen van de redders leren van deze monniken, nemen hun wijsheid en de technieken over om hun eigen unieke set vaardigheden in gevechtskungfu te ontwikkelen en hun vaardigheden te gebruiken om levens te redden op de stranden en in het water van China. Nummer 4. Zoals iedereen weet heeft het menselijk lichaam slaap nodig om goed te functioneren. Het is een natuurlijk en noodzakelijk proces dat essentieel is voor rust en verjonging. Er is echter één Vietnamese man die beweert dat hij geen enkele nacht heeft geslapen in meer dan 6 decennia. Zijn naam is Thay Ngoc en zijn verhaal heeft mensen van over de hele wereld verbaasd doen staan. Volgens verschillende nieuwsberichten beweert Thay dat hij sinds 1962 geen oog heeft dichtgedaan. In feite vertelt hij dat hij voor het eerst moeite had met slapen nadat hij in 1973 koorts kreeg. Deze koorts duurde enkele dagen en verstoorde zijn slaappatroon. Hij beweert vervolgens dat hij gewoon nooit meer heeft geslapen. Ondanks zijn gebrek aan slaap zou hij in goede gezondheid verkeren en dagelijks blijven werken op de familieboerderij. Experts zijn echter tot op de dag van vandaag nog steeds verbaasd over de toestand van de man. Het wereldrecord voor slaaptekort staat op 11 dagen en 25 minuten behaald door Randy Gardner in 1964. Maar als we het verhaal van Thay Ngoc moeten geloven, heeft hij dat record veruit verbroken. Naar verluidt drinkt de man grote hoeveelheden koffie en thee om hem wakker te houden. Geloof jij dit verhaal? Nummer 3. Dave Mullins is een filmmaker, vrijduiker en een naam die je zeker moet kennen. Hij is wereldwijd bekend als een van de beste vrijduikers met meerdere wereldrecords op zijn naam. Daarnaast heeft hij ook talloze onderscheidingen behaald gedurende zijn carrière. Dave begon zijn reis om een professionele vrijduiker te worden op 18-jarige leeftijd toen hij voor het eerst begon te duiken met perslucht. In zijn vroege carrière werkte Dave als commercieel duiker en voerde hij onderwaterreparatie en onderhoudstaken uit. Na enkele jaren ontdekte hij zijn passie voor vrijduiken. Hij perfectioneerde zijn vaardigheden, nam deel aan wedstrijden over de hele wereld en richtte zich uiteindelijk op het breken van wereldrecords. Dave houdt bijvoorbeeld het wereldrecord voor het vasthouden van zijn adem onder water gedurende 8 minuten en 31 seconden. Een andere opmerkelijke prestatie was een wereldrecordduik tot 129 meter waarmee hij de eerste persoon was die de 100 meter barrière doorbrak. Naast zijn ongelofelijke prestaties in het vrijduiken is hij ook een ervaren surfer en bergbeklimmer. Nummer 12.
Het idee van vliegende tapijten bestaat al duizenden jaren en is een veel voorkomend motief in Midden-Oosterse folklore, waaronder het verhaal van Aladdin en zijn magische tapijt. Maar blijkbaar bestaat het vliegen op een magisch tapijt niet alleen in films. In deze video zie je een man in een lege straat die zich klaarmaakt om op zijn magische tapijt te vliegen. Zou deze man de levensechte Aladdin zijn? Alsof het door een onzichtbare kracht wordt geduwd, stijgt het tapijt op, zelfs al is het maar voor een paar seconden. Het bekijken van de videoclip roept meteen de vraag op: welke kracht en energie is nodig voor zoiets om daadwerkelijk te gebeuren? Is de onzichtbare kracht eigenlijk wind of manipuleert de man het? Om te beginnen zou je voor iemand die op een vliegend tapijt zit een kracht nodig hebben die niet alleen het gewicht van de persoon kan optillen, maar ook het gewicht van het tapijt zelf. En de zwaartekracht dan? Volgens de natuurkunde is de kracht die nodig is om een object op te tillen evenredig met de massa ervan. Waarschijnlijk gaat het hier om een truc in plaats van een superkracht, maar helaas kon ik niet meer informatie vinden over deze video. Nummer 1. Louis Cyr was niet zomaar een gewone sterke man. Hij was misschien wel de sterkste man aller tijden. Hij had een lengte van ongeveer 1,82 meter en een gewicht van 180 kilogram en was een krachtpatser om zeker rekening mee te houden. Zijn ongelooflijke prestaties waren het tillen van gewichten die niemand anders kon tillen en het vestigen van wereldrecords in het tillen van gewichten op de rug en schouders. Zijn wereldrecord voor het tillen van een platform met 8 mannen erop stond meer dan een eeuw lang. Hij wordt nog steeds gezien als een cultureel icoon in Quebec en erkend als een van de sterkste mannen aller tijden. Maar Louis' nalatenschap gaat verder dan zijn fysieke vaardigheden. Hij was ook een succesvolle zakenman met diverse interesses en hij gebruikte zijn rijkdom om liefdadigheidsorganisaties te ondersteunen. Ondanks zijn enorme omvang en kracht werd hij door degene die hem kende omschreven als een zachtaardige reus met een goed hart. Welke superkracht wil jij hebben? Laat het me weten in de reacties. Als je het een interessante video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.